Het is dinsdagochtend, nu nog wel. Het is volgens mij 11:30. En vandaag neem ik jullie een dag mee in mijn leven. Omdat ik mijn haar ga verven. En dan, ja. Waarom zou je je haar verven? Ziet er goed uit. Ziet er prima uit. Nou, meer omdat ik een keer wat anders wil proberen. Dus ik neem jullie vandaag mee. En ja, even de kleren voor de dag uitgezocht. En dat is deze broek met gaten. En deze crop top trui. Dus ja. Ik ga even douchen en dan kom ik zo bij jullie terug. Straks een andere kleur haar. What the fuck? Make-up zit erop. Ja. Hoe laat is het? Het is nu 1 uur. En over een kwartier, 26 minuten, ga ik weg. Dus ja, nu weet ik eigenlijk niet wat ik moet doen. Het lijkt me heel raar om een andere kleur haar te hebben. Dus. Oké, even tussendoor. Ik heb een vraagje. Ik kreeg net een comment op mijn video van: hoe praat je slaapverwekkend? En dan zeg maar, dat bedoelt diegene mee van, ja, je praat echt saai. Dus ik vroeg me af of ik echt saai praat of zo, want anders dan moet ik daar echt iets aan doen. Maar in ieder geval, ik vind zelf niet dat ik saai praat, maar als dat echt zo is, ik doe hier wel even een poll, dan kun je even zeggen of ik saai praat of niet. In ieder geval, dankjewel. Ik weet niet of ik het al had laten zien, maar ik had dit aan vandaag. Sorry voor mijn rommelige kamer. Deze komt van de H&M en deze komt van de Bershka. Als je dat wou weten. Dus ja, yeah. Ik ga naar de kapper toe. Ik dacht dat het heel koud zou zijn, maar dat valt wel mee. Ik ben nu aan het fietsen. En ik ben een beetje vroeg. I know. En ik haat fietsen. In ieder geval, ik ben half blind vandaag. Want ik ben vergeten mijn lenzen in te doen. Ik heb nachtlenzen. En als je die 's nachts in doet, dan vormt die je oog zodat je overdag goed kan zien. Maar ik ben soms vergeten. Handig. Dus ik ben half blind. Yeah. Maar nu ga ik even goed fietsen, want anders flikker ik. Oké, ik weet dat ik niet van blond naar zwart ga, maar ik vind het toch wel spannend. En ik weet ook niet of ik daar kan filmen. Maar dat gaan jullie zien. Nou, het is done. Ik ben er heel blij mee. Ik laat het zo even goed zien. Want zo fietsend kun je het niet zien. Maar oké. Dus.
Zo ziet mijn haar er nu uit. Het is nog niet het effect. Ik vind het nu al heel mooi hoor, maar het is nog niet het volledige effect. Dus ik heb deze zilver shampoo meegekregen. En dat is speciale zilver shampoo of zo. En hier moet ik 1 keer per week mee wassen. En dan wordt het helemaal zilver. Dus ja. In ieder geval, ik vind het zo al best wel mooi eigenlijk. Maar ik heb nog best wel warme blonde stukjes ertussen zitten. Dus ja. Ja, ik ben er wel blij mee. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En anders, sorry. En ja, tot de volgende keer dan maar weer. Doei!